Het goede nieuws is dat er nog volop bloeiende heide te vinden is. Maar er is ook heide degen door de droogte, hier bij Bakkevingen. Grote parten van de heide die, ja, die staan er al wat zoeterig bij en de bloei is ook net echt uitbundig. Betekent dat er echt parten van de heide op dit tijd gewoon deer binnen? Ja, een lidspad van de heide is afstaan, maar de laatste droogte. Maar dat is echt maar een vrij lidspad. Ja? Dus het meeste van de heide dat zit er op zich nou wel redelijk goed bij. Dus dat valt hier in Friesland wat daar. Maar toch, dierenplanten in een natuurgebied bezitten toch skeer onder natuur. Nou, skeer, ja, het is maar krijgen hoe je het bezorgen. Een deel van de heide is afstiet, of afstaan. Maar daar komt ik wel weer wat oors van in plak. Er komen wat kelen hier op plakken op de heide en dat zijn we plakken met orenplanten misschien bij wat kiemen kennen. Dus ik zag het net echt als rampzalig. Maar ja, het is natuurlijk wel wat een tendens hè, de laatste jaren. En deze zomer weer dan de droogste ooit. Dus in de takkamp zullen we dan wel meer van die hitte en hitte zomers krijgen. Dus het is maar afwachten hoe dat uitpakt.